Ik ben dol op achtbanen, maar ik heb gehoord dat je een perfect ronde looping niet overleeft. Hoe kan dat? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Jij bent afgestudeerd op achtbanen, dus jij kan mij vast alles vertellen erover. Ja, nou niet alleen vind ik het fantastisch om in die achtbanen te zitten, maar als werktuigbouwer vind ik het ook heel mooi om die techniek achter die achtbaan te bestuderen. Hoe maken we nou eigenlijk zo'n achtbaan? Hoe lang hebben we eigenlijk al achtbanen? Oh, de achtbanen die zijn echt heel oud, al meer dan 200 jaar. Maar eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog zijn ze echt een beetje serieus geworden. Vanaf de jaren 80 kunnen we loopings maken en kurkentrekkers kunnen we echt over de kop. En sinds de jaren 90 kunnen we eigenlijk alles maken wat we maar willen. Maar er zit ergens een keer een grens aan van wat wij aan kunnen als mens in zo'n achtbaan, toch? Ja, dat is zeker waar. Dus je moet bij zo'n ontwerp van zo'n achtbaan heel erg rekening houden met de G-krachten die op je lichaam werken tijdens zo'n ritje in de achtbaan. En hoe werken die G-krachten? Gaan we even op de weegschaal staan. Ja. Nou, dit is je normale gewicht, eigenlijk je massa. Maar beweeg eens een beetje door je knieën. En dan kun je zien dat de weegschaal heen en weer gaat. Dus door de beweging die jij maakt, de krachten die nodig zijn voor die beweging, die zorgen ervoor dat je op sommige momenten een hoger gewicht hebt en op andere momenten een lager gewicht. En dit gebeurt ook als ik in een achtbaan zit? Precies. Dus stel je voor, je zou op zo'n weegschaal gaan zitten tijdens een ritje in de achtbaan. Ja. Nou, op het moment dat je dan door een bocht rijdt of door een dal, dan word je echt in je stoeltje gedrukt en wordt dus je gewicht hoger. Terwijl als je over een heuveltje gaat, kom je juist een beetje los uit je stoel en is je gewicht dus lager. En wat is dan de grens van wat ik aan kan? Nou, die grens die ligt bij 5G. Dus je kunt voor een hele korte tijd 5 keer je lichaamsgewicht wegen. In de beginjaren van de achtbaan zijn er achtbanen geweest die eigenlijk te extreem waren. En het mooiste voorbeeld daarvan is eigenlijk de eerste achtbaan met een looping. Die komt uit 1846 en daar kwamen mensen echt niet zo fijn uit. Nou, dit is dus die achtbaan uit 1846. Die hebben we nagemaakt. Ja, dat is echt te gek. Ja, geef me even een setje. Ja. Nou, wat je hier ziet, deze achtbaan die heeft een perfect ronde looping. En het probleem zit eigenlijk hier onderin. Hier bereikt de trein de maximale snelheid. En die snelheid heeft hij ook nodig om de looping door te komen. Maar wat hier aan de hand is, is dat eigenlijk de straal te krap is voor de snelheid die de trein heeft. En dat betekent hier onderin trekt deze achtbaan nu 6G. En wat doet dat hier onderin met mijn lichaam? Nou, als je hier echt in zou zitten, dan zou je enorm zwaar voelen worden. Echt dat de lucht uit je longen wordt geperst, dat je organen worden samengedrukt. Ja, dat is natuurlijk niet zo fijn. Oké, dus deze bouwen we absoluut nooit meer. Nee. Is die veiliger? Ja, dit is hoe het wel moet. Ja, ik kan meteen zien dat hij eigenlijk veel mooier rijdt. En dat komt omdat deze looping druppelvormig is. Hij is even hoog, maar hier aan de onderkant, waar de snelheid maximaal is, daar is eigenlijk de straal veel groter. Dus een veel ruimere inloop. Terwijl hier aan de bovenkant, daar is juist de straal wat krapper. En door dat verschil kunnen we dus door deze looping komen met maar een maximale G-kracht van 3,5. Oké, dus hieronder met die 3,5 G, dat overleef ik wel? Ja, precies. Het is nog steeds spectaculair, want je gaat natuurlijk nog steeds over de kop. Maar die 3,5 G die kun je prima hebben en je wordt hooguit een beetje misselijk. Dit is dus waarom je echt nooit in een achtbaan met de perfect ronde looping moet stappen. Dit was het lab. Vond je dit nou een leuke video? Dan moet je je hier abonneren. Hier. En wil je meer wetenschap? Klik dan hier.